Zou je niet zeggen? Nee, nee, nee. Ja. Zei hij ook. Oké. Oké, Eve. Ja. Nu mag jij een vraag verzinnen. Oh ja, leuk. Ja. Wat was het leukste moment van het jaar? Nou, dat ik Stan heb ontmoet. Op de crash. En Stan? Mijn eerste zoen met Kev. Oh. En jij, schatje? Uitverkocht Utrecht. Dak ging eraf. Klein dak. En ons weekendje Praag dan? Absoluut ons weekendje Praag. En jij, Angelique? Ja, Ans. Wat was jouw onbetwiste hoogtepunt? Wow, waren er zoveel? Nee. Andere vraag. Wat was de leukste persoon die je dit jaar hebt ontmoet? Ah, ja. Oh. Mag ik anders? Ja. Kevin. Stan. Raoul, mijn nieuwe psychiater. Oh ja, Raoul, voor mij ook, ja. Ik denk voor iedereen hier aan tafel, Raoul. Ja. Stan, nu mag jij een vraag verzinnen. Wat was dit jaar je lievelingsfilter op Insta? Ik twijfel heel erg tussen Mayfair en Slumber. Twijfel ook. Ik denk dat ik ga... Die blauwe waarin je 10 jaar jonger lijkt? Oh, X-Pro 2. Absoluut X-Pro 2. True. Ja. Waar heb je dit jaar spijt van? Oh, dat is een goede vraag. Ik van alles. Dat snap ik. Eve, waar heb jij eigenlijk dit jaar spijt van? Dat ik jou niet in Utrecht heb gezien, natuurlijk. Oh, cute. En? En dat ik mijn vriendinnen heel weinig heb gezien, sorry. En? En Kev, waar heb jij spijt van? Dat ik mezelf ben kwijtgeraakt in mijn relatie met Jurre. Ja. Maar weet je, soms moet je jezelf eerst kwijtraken om daarna jezelf terug te kunnen vinden. Zodat je er dan achterkomt dat het leven niet alleen maar gaat om de liefde van een ander, maar ook om de liefde die je hebt voor jezelf. Dan pas kun je van iemand anders houden op een diepe, onvoorwaardelijke manier. Ik zou hem houden, hoor. Ik weet een goeie. Oh, leuk. Nou, wacht maar. Wat was het naarste moment dat je dit jaar hebt meegemaakt? Oh, nou, dat weet ik wel. Toen het uitging met Ik weet het ook. Dat iemand hier aan tafel de tong in de mond van iemand van hetzelfde geslacht heeft gestoken. Gaan we weer? Het spijt me. Zit je daar dan nog steeds mee? Jezus, laat die vrouw toch. Maar wat is er gebeurd? Mijn vriendin van 16 hier zit in de puberteit. Want ze besloot op een avond... Toen ik heel dronken was. Onder aanmoediging van iemand anders hier aan tafel... Hey, ze wou het zelf. Om met een willekeurig meisje de hele avond te staan tellen. Het was een minuut. Om te kijken of ze lesbisch was. Wat is daar mis mee? Alles. Ik wil het gewoon eens proberen. Nou, dan hebben we het hier technisch gezien gewoon over vreemd gaan. Nee, het was met een meisje, dus dat telt niet. Ze kwetst mij daar enorm mee en ik weet niet of ik haar ooit nog kan vertrouwen. Pepijn, soms moeten mensen gewoon dingetjes uitzoeken. Hoef er maar niks uit te zoeken. Nee, ja, dan moet ik ook nog. Huh? Ja, misschien val ik wel op oudere mannen. Nog ouder. En dat is allemaal jouw schuld, Angelique. Wat? Nou, kom op nou, maak het nou niet zo groot. Ik leef al maanden in onzekerheid. Ik twijfel enorm aan mezelf en misschien is mijn vriendin wel lesbisch. Ik ben niet lesbisch! Wat wil je eigenlijk nog meer allemaal uitproberen? Nou, misschien wil ik wel eens met een vrouw zoenen. Jij ook al! Nou, zij wil wel! Pip, get in line! Hey, jij moet helemaal niet uit de... Dit is mijn beste vriendin! Nou, lekkere beste vriendin heb jij! Hè? Kevin die heeft nooit geprobeerd om mij naar de Dark Side of the Force te trekken, hoor! Absoluut niet, moet er niet aan denken. Wat is de Force? Komt uit Star Wars. Wat is Star Wars? Oh, fuck my life! Vriendschap is juist zeggen, doe het niet! Je hebt een hele leuke vriend die thuis op je zit te wachten, die lief is en zorgzaam. En vriendschap is niet zeggen, nou is dit je relatie? Lekker op de bank, kuddelu. Nou, ik flikker hem gewoon in het ravijn. Wanneer ga je weer naar Raoul? Volgende week. Laat Raoul erbuiten. Dit gaat niet over mij, dit gaat over onvoorwaardelijke liefde. Dat is iets wat jij blijkbaar niet begrijpt. Hoe serieus is het eigenlijk tussen ons? Hoe bedoel je? Gewoon, wat hebben wij? Wat is dit? Ik zal je wel even helpen. Nee, liever niet. Wat hij bedoelt is, ben jij er wel klaar voor om de rest van je lange leven aan één pielemoosje te hangen? Oeh, dat weet ik nog helemaal niet. Oh, wat weet je eigenlijk wel, Stan? Ja, inderdaad. Gelukkig niet meer, Fendi. Beste mensen. Best wishes. Happy New Year. Yes. Fuck is bitches, BFFs for life. Pizza oliebol. Wil je meer Heyo Hobro zien? Of meer van de VPRO? Klik dan op de afspeellijst. Of abonneer je hier. Nee, daar. Daar.